Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds dinsdag de 10e. Ja, en er is iemand jarig in de familie. Ja, althans aan mijn mannetjes kant. Het is mijn zwager. Dus, lieve Adrie. Ja, Adrie Leusterburg, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, en nog vele jaren erbij. En ik hoop in betere gezondheid dan de afgelopen tijd is geweest. Ja, want je hebt alweer regelmatig in het ziekenhuis gelegen en al. Dus ik hoop dat het met jou beter mag gaan. En ja, dat je er weer wat bovenop kan komen. En dat je weer ook eens een keer hier kan komen. Want je hebt een autootje, dus ja, jij kan makkelijker komen dan dat ik kan komen. Ja. Maar in ieder geval, dat zien we vanzelf wel, toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, het is koud, het is triest, het is grauw, het gaat regenen, dus ik moet opschieten als ik voor de regen weer thuis wil wezen. En om 1 uur komt ons Erwin weer, dus ja, en ook komt tenminste, ik heb geen afbericht, niks gehoord. Dus er moet ook rond 1:30 een hulp in de huishouding komen die zo lang even invalt voor Willy, omdat Willy vakantie heeft. Dat dus. Maar ja, dat is nou nog 2 weken. 1 week is alweer om. Dus ja, dat dus. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, ik heb ook mijn nieuwe jurk aan. Jullie zien wel blommetjes in Alessia. Allemaal bloemetjes ook. Blommetjes, blommetjes. Nou ja, blommetjes. Ja, moeten blommetjes lijken. Wel leuk. Dus, en ik vind het bovenlijfje ook mooi. En het haar krabt ook omhoog. Met de voorkant tegen mijn hals aan. En daar kan ik zo min tegen. Maar in ieder geval, geniet. En als de zon bij jullie ook niet schijnt, nou ja, weet zelf het zonnetje. Ja, dan schijnt toch de zon. Ja, vind ik van wel. Ik ga er vandoor, dus ik zou zeggen, we zien elkaar later weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ja, Erwin die is net de deur uit, maar ik heb nog steeds geen huishoudelijke hulp. Ik heb al geprobeerd te bellen naar het schoonmaakbedrijf, maar er wordt niet opgenomen hier. Ze kunnen aan het lunchen zijn, ik weet het allemaal niet. En ik hou continu dat kiertje onder de deur in de gaten en keukenraam in de gaten. Van ja, wie weet hè. Noppenjendo. Nee, dus we gaan zo meteen lekker aan de gang om te gaan editen. Editen. Ook heb Karin wat weer doorgestuurd, dus ja, komt helemaal goed. Ja, dat dus. Ook ga ik straks Karin weer even terugbellen. Want die belde dat Erwin nog bij me was. Dus ja, eventjes weer gezegd. Lieve schat, ik bel je straks wel terug. Maar ik ga hier zo meteen ook een bakje koffie maken voordat ik aan het werk ga. Ja, want koffie, dat gaat er wel weer in. De dames liggen te slapen, die liggen te knorren. Kandalf is weer naar boven. Ook die is al weer beneden geweest. En die heeft ook aandacht gehad van ons beiden. En dan komt andere week met Erwin mee een zekere IOC. Ja, nou, we zullen het zien en afwachten. En er komt alles gewoon goed. En we houden gewoon vol goede moed. Ja, toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook een beetje mee. Tot later. Nou, daar ben ik weer. Ja, tuurlijk, ik loop niet weg hoor. Nee. Ik heb eindelijk Libel, mijn bedrijf waar ik bij ben, weten te bereiken.
aangezien de magazine zelf ook het werk moet doen bij anderen, bij cliënten, had ze niet op kunnen nemen. Logisch. Maar degene die behoort te komen, dat loopt allemaal uit, maar die komt wel, is er gezegd. Maar ja, het loopt allemaal uit. En als het bij de een uitloopt, loopt het bij de ander ook uit en loopt het bij mij ook weer uit. Ja, dat dus. Maar het maakt niet uit. Ik ga nou... ik heb even een vlog van Karin geüpload naar mijn computer toe. Vanaf YouTube. Want ik moet de intro hebben en de outro. Want die heb ik weer nodig. En dat kan weer weg. Maar dan zet ik dat gewoon weer op mijn computer. Zodat ik het bij iedere vlog weer kan gebruiken. Dus... Ik heb nu het programma net opgestart. En... Nee, moet ik naar Windows. Waar... Daar geloof ik naartoe. Nee, niet waar. Ik moet daar naartoe. En dan moet ik de film pakken. En dan daar naartoe. En daar neerzetten. Ja! Gelukkig! Dus dan kan ik de intro eraf knippen en de outro eraf knippen. En dan gaan we eerst de intro weer uploaden naar de computer toe en daarna de outro naar de computer toe. Een heel geharnis voordat je eindelijk kan beginnen. Maar het moet wel gebeuren. Ja, dat heb ik voor mezelf ook moeten doen, want ook dat was ik allemaal kwijt. Dus ja, je moet allemaal weer nieuwe mappen maken. Ha! En we hebben ze kras weer. Ah, dat wil je niet weten. Maar dat zal ook wel bij jullie wezen. Ja, er is echt niks aan. Nou, we zijn net weer thuis. En die haar koppie is drijfie natje. Ja, allemaal stiekeltjes, hele korte stiekeltjes. Elwing. Ja, hè? Allemaal stiekeltjes, hè? Zo nat. Ja. Maar de D is nog natter op de kopje, maar dat is ook beter te zien. Ander haar, hè. Maar ze hadden wel allebei een jasje aan. Ja. Ja, allebei een jasje aan. Ja. Enkel de kopjes nat en de poten nat. Ja. En ik was ook nat, ondanks dat ik mijn lange manteljas aan had, mijn regenjas, moest ik me toch omkleden, want mijn ondergedeelte van mijn jurk was ook drijfie nat. Dat dus, ja. Ik heb mijn klein blokje gedaan. Want het was echt bizar wat wij op onze kop kregen. Ja. Heb ik in tijden niet meer gehad. Zo bizar. Kom dan. Doe nou. Ik heb gewoon een heel klein blokje gelopen, hier weggegaan naar de gracht, naar de brug en binnendoor, zo weer om terug. Dat is... Ja, 4,0 kilometer, dat is niks. Het is nog niet eens niet 1 kilometer, nog lang niet 1 kilometer, nee. Nog niet eens niet de helft, ook dat. Ja. En dus, Mea, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is niet de zuiver 1, het is bijna een vierkantje. Of bijna een 0, kan je ook zeggen. Ja. Nou, ook nog niet eens. Er zit wel een ronde bocht in, maar, ach ja. We hebben even gelopen en ze hebben wel geplast, ik had niet gepoeperd. Nee, daar kan ik ook niks aan doen. Dan maar niet, nee. De tuin is groot genoeg, gaan we daar wel weer in op. Ja, dus. Maar, nou gaan we aan mezelf denken. En dat is eten. Zien dat ik eten krijg. Ik zal een patatje in de oven gooien. Dus ik zal kijken of ik wat patat heb. En anders wordt het wat anders. Maar ik ben back en back af. Ik heb eigenlijk als het ware twee vlogs in elkaar gezet. Enkel de ene is bijna af, maar dan moet Karin even verder mee helpen. En ja,
Dat dus. Maar in ieder geval, we gaan ook zo meteen lekker televisie kijken naar Dr. House en naar GDST. En daar doen we het dan weer mee hier. En ook weer naar Facebook toe. Moet ik ook weer aan het werk. En dus, ik heb al een aantal plaatjes gevonden wat voor mij wel mag. En ook heb respect voor elkaar. Ik heb ook nog een plaatje gisteren gekregen. Die heb ik even veranderd. Die heb ik al aan diegene waar ik ervan gekregen had doorgegeven. Van alsjeblieft hier je plaatje weer. En voor de rest heb ik plaatjes staan met een coronabiertje. Dat is ook lekker. Corona is niet alleen maar een virus, corona is ook lekker. Ja. En en ook pesten, dat doen de volwassenen ook, weet je. Dus hou op met dat pesten, heb respect, normen en waarden. En dan als iemand zijn hond of kat of wat dan ook is overleden, dan krijg je ook nog wel eens goud horen. En het is toch maar een dier, ja, en voor jou misschien, maar voor ons is het een kind, weet je. Het heeft enkel vier poten en het heeft een hoop haar, maar het is wel een familielid, het behoort bij het gezin. Die zijn mijn kinderen, enkel ik heb ze niet gebaard. Maar ik zeg ook niet van kom maar bij mama, nee dat doe ik weer niet. Want dat is niet echt mijn kind, nee het is mijn dierenkind. Ja, hé? Mijn meisjes en mijn kereltje. Ja, dat is gewoon zo, een feit wat waar is. Maar ja, ik heb ook al moeten dweilen, want het was hier een en al nattigheid. En je kon hier een glijbaantje spelen op de natte vloer. Ja, dat dus. Maar nu ga ik echt aan mezelf denken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dingen. En jullie hebben het eten denk ik al op, dus mag het wel bekomen. Zijn er de mensen die wel laat zijn zoals ik? Smakelijk eten, bon appetit. En tot later op de avond. Doei! Ja, lieve vrienden, de dames die liggen klaar om naar boven toe te gaan. We gaan lekker naar bedje toe. Ja, want het regent en het doet en iedere keer. Ik heb ze iedere keer naar buiten moeten doen in de tuin, want het regent te veel om te lopen. Ik denk, nou, dan doen ze het maar even met de tuin, want ik ben ook niet helemaal in orde. Het is weer eens zover dat ik weer hoofdpijn heb. En dat komt ergens door hoor. Ik maak me weer veel te druk om allerlei dingen. En dan krijg je vanzelf alweer hoofdpijn. Ja. Ik ga zo meteen ook even medicijnen innemen. En dan zakt het wel weer. En dan word ik er ook rustiger van. En dan kan ik ook lekker slapen. En morgen. Hoe laat ik er ook uitkom, het boeit me niet. Al is het morgenmiddag om 4 uur, het boeit me niet. De meiden die ken ik af en toe eens naar buiten gooien, de tuin in. Want morgen hebben we ook slecht weer. Komt slecht weer aan. Dat hou je niet voor mogelijk. Dus ja. En ze willen zelf dan ook niet lopen. Ik krijg ze met geen stok die deur uit. En Rijka, ja, die vloog vanmiddag uit zichzelf het hondenhok in, hè, dat het regende. Het was regelrecht, sjip, daarin. Aangelijnd en wel. En nou, dat was minstens vanmiddag, aan het begin van de avond, was dat ik ging lopen met ze. Nou, het is nog nat, hè. Het hangt nog nat. Ja, dus mijn hemel, wat een toestand. Komt toch een bak met water naar beneden, dat wil je niet geloven. En het is zo bizar het weer, hè, meisjes. Ja, ze zijn ook heel lang nog nat geweest, hun pootjes en de kopjes, ja. Enkel de rug, hè, die blijft droog. En daar ben ik al enigszins blij mee. Maar ik had laatst bij Action, was dat, heb ik een hondenjasje gezien met een capuchonnetje. Dat vond ik wel enig, maar ja, niet wetend of Rijka dat wel past. Ja,
Want haar zomerjasje, nou, dat is nou eindelijk eens een keer... Eerst moest die lap helemaal onderheen, voor ik hem dicht kon krijgen. Maar nou is het een klein stukje. Denk zo, hé. Hé, tante Polo op. Ik zal hem weer eens even opnieuw gaan vastmaken, ook vervoren. Ik kan het loshalen en dan zo overheen doen en dan weer passend maken. Maar vanmiddag was hij een beetje te krap. Ik denk zo. Dametje, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, uiteraard, en jullie weten het, God die houdt over ons de wacht, en ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!